Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Perspectiefnota 2016 gepresenteerd. Wat houdt zo'n perspectiefnota in? Nou, het is eigenlijk een tussentijdse balans opmaken van zowel je beleid als je financiën. Om vervolgens vast te stellen van wat moeten we daarop bijsturen voor de komende periode. En dat valt mooi tussen de twee begrotingen in. Begroting 2016 en het maken van de begroting 2017. Dus een goed moment om met elkaar vooral over de inhoud te spreken van je beleid en wat daar gebeuren moet. Maar hoe dan ook, links of om rechtsom, merken burgers toch dat het minder moet. Zou dat er ook mee te maken hebben dat daarmee ook het vertrouwen in het bestuur gedaald is? Dat kan een relatie hebben. Over het algemeen is het wel zo, dat wijzen onderzoeken uit, dat burgers een overheid meer vertrouwen die doet wat ze hebben afgesproken. Dus als je laat zien als overheid. En of dat nou een gemeente is of een rijksoverheid. Maar op het moment dat je laat zien waarom het nodig is. Dan is er aan wel wat gemopper en mensen zijn het niet altijd met je eens. Als je vooral doet en uitkomt daar waar je belooft dat je wilt uitkomen. Dat vooral een issue is als het gaat om vertrouwen mensen je of vertrouwen je niet. En dat doen ze kennelijk niet in Almelo. Ja, het is wel een kwestie waarvan het college zegt, als dat dan zo is, hè, als Almeloofse burgers zich zo uitlaten over de gemeentelijke overheid, dan is dat wel een onderwerp waar we met zowel de raad, maar ook hier intern in dit huis en met iedereen in de stad het gesprek over moeten voeren. Waar schort het dan dan aan? Wat doen we dan niet goed? Dat is denk ik wat de mensen zien. Wat er echt op de achtergrond gebeurt, merken ze misschien niet eens. Nee, heel veel in dit huis, met name in de ambtelijke domeinen, zullen ze niet zien en waarnemen. Dus ze kunnen ook niet anders reageren dan op wat zichtbaar is. Ja. Het geluide team van de Wingwalkers, oftewel de Vleugelbeugels uit Schiphol. 10 collega's van Matenair, Toei en Roosalagna. Hier gaan ze komen en natuurlijk wensen we ook dit team. We hebben dit jaar weer een heel leuk bedrag, wel van boven de 30.000 euro kunnen ophalen voor de Europa Run. En daar zijn we heel blij mee. Is ook boven gemiddeld. De gemiddeld team in de Europa Run haalt ongeveer 6.000, 7.000 euro op. Dus wij halen gelukkig dat gemiddelde niet naar beneden. Oké, okay. En weet je al waar je dat geld voor wilt gaan besteden? Nee, dat geld gaan wij niet besteden. Dat geld gaan wij afdragen aan de Europa Run. Europa Run is een landelijk initiatief. Al de gelden die deze teams inzamelen, die worden gestort op de rekening van de stichting Europa Run Palliatieve Zorg. Die stichting bepaalt na de tijd op basis van aanvragen die zij binnenkrijgen waar dat geld besteed wordt. En wij proberen wel doelen in Twente aan te reiken die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Amen.
We gaan eerst even een feestje bouwen hier in Almelo. We gaan met z'n allen een stukje van de route afleggen richting Amaliaplein. En daarna gaan we hier gaan die mensen eerst even wat eten. Vervolgens gaan ze naar Hotel Almelo waar ze worden gemasseerd. Daar kunnen ze douchen. En dan moeten ze een paar uur gaan slapen voordat ze een eindje verder op de route weer het andere team moeten gaan aflossen. Altijd weer een leuke uitdaging om elk jaar weer een team bij elkaar te krijgen wat goed op elkaar reageert, wat prima met elkaar functioneert. En in de regel gaat het goed. En ook nu loopt het goed? Ja, buiten verwachting. We hebben pech met het weer. Het is te koud voor het Pinksterweekend natuurlijk. Maar lopers zijn prima in conditie. Nog, tot op dit moment nog geen dreigende blessures. Dus het gaat allemaal prima. Er is in de afgelopen jaren al meerdere keren een gift naar het hospice van TMZ gegaan. We hebben een paar jaar geleden het kunnen realiseren dat de €50.000 van de Roperun naar de stichting Wensambulance is gegaan. Die daarvoor een nieuwe kinderwensambulance hebben aangeschaft. En heel veel kleinere doelen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, krijgen regelmatig geld van de Roperun. Oké, okay, bedankt. Ik hoop dat jullie nog lang met dit initiatief doorgaan. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Wat ben je hier aan het doen? Fietsexamen. Heb je er ook voor geoefend of niet? Ja, op school. En wat heb je daar allemaal gedaan? Met allemaal borden, weet je wat de borden betekenen? Hier organiseren wij de praktische verkeersproef voor leerlingen van groep 8 van de basisonderwijzers. Dit jaar doen er zo'n 550 leerlingen aan mee. Nou, de leerlingen die gaan een parcours affietsen langs een aantal scholen waar ze dus van het voortgezet onderwijs waar ze straks ook naartoe gaan. Een groot, ja, groot gedeelte van die leerlingen. Ja. En waar worden ze op gecontroleerd dan? Nou, ja, het meest voorkomende is natuurlijk het hand uitsteken. Hè? En ook verkeerslichten als ze dat goed door hebben, dat ze dus niet door rood mogen fietsen, wat nog wel eens gedaan wordt. Voordat de leerlingen gaan fietsen op de route, gaan wij door leerlingen van de Noordic, afdeling Friese Veen, zeg maar, school, die controleren de fietsen op een aantal punten waar dan de fiets moet voldoen. Hè. Zeg maar goede rem, een bel, goede reflectie en dat soort dingen. En of de fiets in goede staat is. En het wordt gedaan door vrijwilligers, hè? Ja, hoofdzakelijk vrijwilligers. Ik ben daar van de gemeente erbij betrokken en we hebben een aantal vaste vrijwilligers die dat al jaren doen. Een goed team met Sini Boorde, Jannie Schuilenburg en Remy Schuilenburg. En we hebben ook de hulp van het Rode Kruis erbij. Heel belangrijk. En vrijwilligers van de scholen. Hoe is het gegaan, de verkeersproef? Het ging wel goed. Viel het mee of viel het tegen? Het viel wel mee. Dus het was niet echt heel erg moeilijk? Nee, alleen een paar pijltjes die stonden een beetje onduidelijk, maar het ging wel goed. En wat vond je van de mensen die er zaten? Vond je toen eng als je langskwam of niet? Nee, het was gewoon dat hun gingen keuren of je het goed deed. Er is ook een wedstrijd aan verbonden, hè? Ja, dat klopt. De beste school, zeg maar, die het beste fietst, minste fouten maakt eigenlijk. Ook met de fietskeuring goed doorkomen, zeg maar, minste fouten hebben, die winnen een beker en voor een jaar een wisselbeker. Ik denk dat je geslaagd bent. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. Oké, fijn. Voordat men alles af gaat sluiten, gaan wij altijd naar een school in die gewonnen heeft. En dan hebben we daar maken we daar een feestje van. Thank you.
voor mensen komen hier allemaal? Ja, het is zo, opzakelijk wat hier nu zijn, dat zijn opzakelijk de klanten. We zijn in 2010 zijn we begonnen met twee klanten, waar de gemeente Albelen zelf de grootste klant was. En nog een externe klant die toen die exploitatie deed. Inmiddels hebben we iets van 100 klanten. Dus de mensen die nu aanwezig zijn, dat zijn noodzakelijk gemeentes, regionale gemeentes, provincie, waterschap, dus de overheden, maar ook loonwerkers, aannemers, bouwbedrijven, noem maar op. Overal waar grond vrijkomt, maar niet alleen grond, we nemen ook groenafval in en veegstand, dus ook dat nemen we nu in. Iedereen die daar zich mee bezighoudt, die is een klant van de grondbank, of die kan nog een klant worden van de grondbank, ja. Ja, de grond die komt hier binnen. Meestal is de grond op zich is vervuild. En niet zozeer chemisch of wat dan ook vervuild. Maar vervuild door middel van stenen of hout of iets dat soort dingen. De grond komt hier binnen, wordt die opgeslagen en dan gaat het over de sterrenzeef. Dan wordt het bodemvreemd materiaal, zoals we dat noemen, wordt eruit gezeefd. En dan blijft een product over, dat is de grond. Hier onder de BRL mogen we dat samenvoegen tot 2000 ton. En dan wordt het gekeurd, APNO4 gekeurd. Het is eigenlijk de recycling van grond wat we hier doen. Wat dat betreft zijn we hier ook heel duurzaam bezig hier. Ja. Vroeger was het zo dat die grond wat niet toepasbaar was, nogmaals door middel van stenen of graszoden of wat er ook in zit, dan werd het ergens aan de kant gegooid. Maar hier wordt het weer toepasbaar gemaakt. We hebben straks een demonstratie, dan kunnen we laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Maar hier maken we van grond maken we weer grond, toepasbare grond, ja. Ja. Dan wordt het bodemvreemd materiaal, zoals we dat noemen, wordt eruit gezeefd. En dan blijft een product over, dat is de grond. Hier onder de BRL mogen we dat samenvoegen tot 2000 ton. En dan wordt het gekeurd, APNO4 gekeurd. En aan de hand daarvan, wat de uitslag daarvan is, zoeken we weer afzet. En dat kan ook weer teruggebracht worden naar allerlei gemeentes, noem maar op. Voor hergebruik. Ja. Het is eigenlijk de recycling van grond wat we hier doen. Maar hier wordt het weer toepasbaar gemaakt. We hebben straks een demonstratie, dan kunnen we laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Maar hier maken we van grond maken we weer grond. Toepasbare grond, ja. Ja. Zijn, zowel met onze aarde, maar vooral begint dat bij onszelf, bij het kleine. En op het moment dat wij dat bereiken en elkaar opzoeken en ook bereid zijn om die hulp te ervaren, maar ook om te geven, dan komt het wat mij betreft met het plunderen van onze aarde wel goed. Wat dan hoor? Dat komt er al dragen. En dan hoop ik dat die heel lang in beweging blijft. Niet altijd in hetzelfde tempo misschien, maar hou hem in beweging met elkaar. Dank u wel. Ik ben Sibiel Heijnen. We staan hier bij Kasteel het Nijenhuis Museum de Fundatie. Ik wil jullie graag meenemen naar mijn presentatie Ruimte voor Reflectie. Hoe start je een project? Een project start je met kijken, denken, associëren. Je kijkt naar de architectuur. Je kijkt naar het materiaal wat je zou kunnen gebruiken. Of zoals hier, je neemt het uitgangspunt een schilderij van de collectie. Een topstuk uit de collectie, Jan Baptiste Weenix uit 1650.
De Jan-Baptiste Been is omringd door paard en hert en met op de vloer een vloertekening die ontstaan is als een reflectie van en als een associatie met de krachtige streken van de Jan-Baptiste Weenix. Er is hier een tekening ontstaan, al draaiend, snijdend, knippend, associërend en op deze manier een hele nieuwe plek te maken waar je kan zitten, liggen, staan, kijken. En dan hebben we dus eigenlijk het derde onderdeel van de installatie. Dat is Who Draws the Line? Werken van koeienhuid, inkt op linnen. Wie tekent er? Waar stop je? En waar komt het samen? Waar gaan de lijnen die de koe heeft? Ik snij hier de lijnen uit. En ik al snijdend en draperend en schilderend kom ik tot mijn vorm. En eigenlijk komen dan op deze manier het individuele karakter van zowel de koe als kunstenaar weer samen. Who draws the line? In de tuinzaal is er ook geassocieerd met wat voor bestaande beelden passen hier. Welke bestaande beelden kan ik gebruiken? Welke nieuwe materialen moeten er geïntroduceerd worden? Welke voor mij hele oude materialen kan ik ook gebruiken? De takken waaraan het perkament hangt zijn gebruikt 30 jaar geleden bij mijn eindexamen. Ook zijn er dagen besteed aan het uitzoeken, leren kennen van het perkamentmateriaal. Hoe prepareer ik zo'n huid? Hoe span ik hem op? En vooral die paarden, nou, die zijn dus echt veel te groot eigenlijk om in één keer op te spannen. Dus er moest een hele nieuwe techniek ontwikkeld worden, nieuwe frames gemaakt worden om zo'n paard in al zijn glorie te laten zien. Wat ik zelf heel belangrijk vind bij het uitzoeken, waar zitten de verschillen? Er zijn levensaders te zien, er zijn kogelgaten te zien. Dat soort details maken uiteindelijk dat zo'n huid zijn eigen individuele tekening gaat krijgen, waardoor wij hem kunnen bezien en erop kunnen reflecteren. Deze vloertekening, gemaakt van kalleshoefjes, daar heb ik uren en dagen schoon zitten schrobben. En wat eigenlijk wel heel bijzonder was in het schoonmaakproces, elk hoefje krijgt werkelijk een nieuwe waarde voor je. In dat werkproces zijn dat wel hele mooie momenten. Dit werk heet reflectie, een draperie van rubber en bladgoud, een traditionele techniek op een niet-traditionele drager en samen zijn ze een ruimtelijke tekening. Startend vanuit het zwart-wit laten we onze kale huid achter, helemaal schoongeschraapt, afgeschraapt. Dan lopen we vanuit een zwart-witte omgeving en langzamerhand komen we in een soort gouden omgeving. Onze gouden toekomst. Ik nodig u uit om mijn wereld te betreden.
gezicht. Denk aan de glimlach van vader en kind. Ja, dat maakt je blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. De locatie waar we vroeger zelf ook al het bedrijf hadden, toen was het nog een slagerij. En toen hier de school kwam, en dacht ik van nou, dat moet hier wel weer mogelijk zijn om hier weer wat te verdienen. En dat blijkt na 10 jaar dus toch wel het geval te zijn. Dat hier, anders hadden we niet zo lang volgen kunnen houden. Maar je kunt hier wel parkeren voor de deur. En dan merk ik ook wel dat er s'avonds toch echt wel veel mensen komen. En dan dat ze het wel makkelijk vinden om voor de deur te parkeren. Dus zo slecht is de locatie dus toch ook weer niet. ROC is ook een dankbare klantenkring, moet ik zeggen. Ja, dat zeker. Hier in de zomerdag hebben we natuurlijk klanten uit heel Almelo. Die weten ons na 10 jaar allemaal wel te vinden. Ja, we hebben een paar ijssoorten die we dus echt van onszelf zijn, zeg maar. Zo'n wodka Red Bull ijs bijvoorbeeld, kun je nergens kopen. Dat hebben wij dus bij warme zomerdagen, hebben we dat dan een paar dagen hebben we dat in de vitrine liggen. Want omdat er toch een beetje alcohol in zit, dan verandert de structuur van het ijs. Radlerijs hebben we vorige week voor het eerst gehad. Dat bleek ook wel weer een goede treffer, zeg maar. En ja, zo hebben we, in het begin heb ik ook wel Raffaello gehad. En er zijn allemaal een beetje smaken die je dan zelf zo denkt van, nou goed, dat is wat lekker om het ijs te verwerken. En dan probeer je dat zo goed mogelijk na te bootsen. En waar staat Enzo voor? Enzo staat dus voor cafetaria, broodjes, maaltijden. Nee, dus tegenwoordig zijn we ook online te vinden. Dus online kun je ook je bestellingen doorgeven. En we hebben een bezorgdienst, dus zijn we helemaal up-to-date wat dat betreft. We gaan op voor de volgende 10 jaar. Concert Cursus Mecorda Almelo geeft op 28 mei een heel bijzonder concert. Wij voeren dan uit de Petit Mes Solennel van Rossini. En dat doen wij met ons koor, met 4 professionele solisten. En wij worden daarbij begeleid op harmonium en ook op 2 vleugels door de bekende Almeloze gebroeders Blaak. Dat zijn bekende jongens, hè? Ja, dat zijn in Almelo en omstreken zeer bekende jongens. Ja. Want ze spelen niet alleen bij Susan Corda, hè, Rossini, maar wat nog meer? Ze zijn ook dirigent van Wilhelmina hier ter plaatse. En ze doen ook van alles in de muziekwereld in deze omgeving. En wij zijn eigenlijk best trots op dat ze nu ook bij ons meedoen. Nou, Rossini is sowieso een hele bijzondere componist, omdat dat de componist is die nou meteen heel veel opera's heeft geschreven. Maar op het eind van zijn leven heeft hij ook nog een fantastische mis geschreven. Dat is deze Petit Mes Solennel. En dat heeft hij eigenlijk geschreven als een knipoog naar onze God eigenlijk. Ja. Zo van, al die opera's wat hij gecomponeerd heeft, is hij natuurlijk wel best trots op. Maar dit laatste werk van hem, ja, als God dat zou horen, dat zal toch wel voor hem een reden voor Rossini zijn om toch nog in de hemel te kunnen komen. Dat concert is op zaterdagavond 28 mei in de Grote Kerk hier in Almelo. En de kaarten voor dat concert zijn via onze website te koop. En natuurlijk ook via de talrijke leden van ons koor. Ja. Het concert begint om 8 uur. De kerk is open om 8. Als vereniging hebben we echt een week beleefd die we samen hebben meegemaakt. En dat geeft wel een heel fijn gevoel. Daar zullen we nog
er zijn heel veel momenten geweest waar je nog goed aan terug zult denken, ja. Het begon al meteen mooi met de binnenkomst van Marno. Dat de spelers van Heracles en de technische staf van Heracles een erehaag hadden gevormd. Wat verschrikkelijk indrukwekkend was. Daarna kwam hij hier. We hebben natuurlijk langzaam zeker zie je de mensen binnendruppelen. En dan praat je wat met elkaar en dan worden wat emoties gedeeld. Binnen zagen we slides, zagen we foto's van Marno. En de groep wordt dan steeds groter. En dan sta je hier op het veld en dan kijk je eens rond. En dan denk je van nou, geweldig, wat een groep mensen zijn er dan hier bij elkaar. In je toespraak gaf je aan. Er gebeurt veel op het veld. Geweld, alcohol. Maar dat hoort niet bij jouw club Oranje Nassau. En zeker niet bij Arno Bos. Nee, zeker niet bij Arno Bos. We hebben in voetbal in het algemeen gebeurt natuurlijk. Staat vaak in negatief in de schijnwerpers, omdat er dan weer iets gebeurd is, een incident heeft plaatsgevonden. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat er gebeuren ook zoveel goede dingen bij voetbal. En voetbal zorgt ook voor zoveel samenhorigheid. En als je kijkt wat er aan steunbetuiging is binnengekomen van andere verenigingen, van verenigingen waar we in de competitie tegen spelen of tegen hebben gespeeld. Van voetbalverenigingen waar de jongens met ON5 tegen hebben gespeeld. Die Marno kende. Die bericht stuurde van ongelooflijk. We hebben samen met Oranje Nassau 5 op het terras gezeten. En heerlijk en in de kantine gezeten. En lol gehad. En het besef dat Marno er nu niet meer is. Dus wat we kennen van voetbal en de rivaliteit en de strijd op het veld, maar daar rondomheen de saamhorigheid en wat voetbal dan ook teweeg brengt, dat is wel heel mooi. Dat blijkt dan ook wel in zo'n week. Marno was ook zo'n jongen die dan altijd op de club was, die hielp, die in al die elftallen waarin hij gespeeld heeft, mee heeft gedaan. Die merkte nu ook, hij was dan de afgelopen maanden geen speler meer van het team. Maar dan was hij leider bij het team, hij was vlagger bij B2. Die jongen die deed heel veel binnen de club. Dus we altijd een plekje hebben in deze vereniging. We moeten ook weer verder. We moeten nu de draad weer oppakken als club. Er worden weer trainingen, er gaan weer toernooien gespeeld worden. Er wordt weer gevoetbald zometeen. Ons eerste elftal had maandag een wedstrijd. Ja, of had vandaag een wedstrijd, die is uitgesteld naar maandag, tweede Pinksterdag wordt die gespeeld. Dat gaat allemaal wel weer gebeuren. Dat is natuurlijk ook wel weer het leven, maar binnen de vereniging is ook goed om nu af te sluiten. Marno een plekje te geven in de club en binnen Oranje Nassau. Hij zal ook een plekje krijgen in de kantine. Maar om dan gewoon verder te gaan met de dingen die horen binnen een voetbalclub. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente.
Op Nationale Molendag trad het viswijvenkoor de Schelle Vissen op bij de molen De Hoop in Almelo. De molen was open voor bezichtiging en er werden pannenkoeken gebakken. De wieken draaiden met een lust voor het oog. Het Eurovisie Songfestival 2016 is alweer voorbij. 41 jaar geleden werd het Songfestival voor het laatst gewonnen door Nederland. Door de band Teach In uit Enschede. Bandlid John Gaasbeek van Teach In gaat nu het bejaardentehuis in. Is het lang geleden? John Gaasbeek heeft vroeger door heel Europa gespeeld met de band Teach In. Nog even gepassioneerd als vroeger treedt hij nu op in bejaardencentra. Hij doet het samen met zangeres Alexandra de Vries. Zij spelen daar bekende oude nummers. En natuurlijk mag Dinge Dong daarbij niet ontbreken. Ja, nou ja, we hadden natuurlijk een verschrikkelijk goed liedje. Dat is gebleken. Dinge Dong is zeker een fantastisch goed stuk. Nederland heeft niet weer gewonnen, ondanks dat het natuurlijk geweldige goede artiesten, zangers en zangeressen waren. Maar doordat het nou in heel Europa is, de smaak van de mensen in de andere landen is duidelijk anders muzikaal gezien. Ik denk dat dat misschien wel een reden is. Maar ik heb gisteren gekeken en Douwe Bob was een verademing tussen al het geweld wat er voorbij kwam. Helemaal te gek. Ik had het nog niet gehoord. Ik heb de laatste tijd helemaal geen radio gehoord. En super melodie. Hij ziet er fantastisch uit. Hij is sympathiek. Hij speelt met het publiek. Waanzinnig goede stem. Ja, ik vind hem gewoon nummer 1. Krijg je door Douwe Bob nog herinneringen aan vroeger?
Maar natuurlijk, natuurlijk. Ik heb hier plakboeken vol. Ik heb wat gouden platen aan de muur hangen. Ik heb natuurlijk heel veel. Ik heb veel gefilmd zelf. En niet dat ik dat iedere dag bekijk natuurlijk. Maar natuurlijk als je daar naar kijkt, dat blijft, dat gaat gewoon door, dat gevoel. Hoe was het om deel te nemen aan het Songfestival? Ja, dat kan ik natuurlijk vertellen. En moet je zeggen, dat is eenmalig geweldig. Toen we hadden gewonnen, hadden we Ellen eerst door van, weet je wel wat we gewonnen hebben. We hebben het Songfestival gewonnen in Europa. Ja, dat was echt super, super, super. Helemaal te gek. Iedere inwoner uit Borne van 15 jaar of ouder kan meedoen aan het Borne-panel. Je kan dan meepraten en invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Miranda Mulder, hoofd van communicatie van de gemeente Borne, vertelt wat je met Borne-panel kunt. We zijn dit jaar gestart met het Borne-panel, omdat we het heel belangrijk vinden in Borne. We hebben ook een beetje traditie dat het mensen meepraten. En niet alleen meepraten en vervolgens er niks mee doen. Maar we willen heel graag dat onze gemeenschap, omdat daar echt de expertise zit, dat ze hun mening geven over onderwerpen die we als gemeente ook belangrijk vinden. En dan ook daadwerkelijk iets doen met die uitkomsten. We hebben met Mijn Borne 2030 natuurlijk een prachtig voorbeeld gehad, waarin heel veel mensen hebben gezegd, dit vinden we belangrijk voor Borne. En eigenlijk willen we met het Borne-panel ervoor zorgen dat die mensen en nog veel meer mensen over onderwerpen die belangrijk zijn mee kunnen praten. Puur concreet, welke zaken zouden kunnen behandeld worden in het Borne-panel? Dat kan van alles zijn. Hè. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het project Borne Schoolt Om, waarbij we kijken van welke locaties die leegstaan op dit moment, schoolgebouwen. Wat zou je daarmee kunnen doen? Dat doen we heel actief met de buurt zelf. Maar je zou je voor kunnen stellen, wanneer het gaat om een locatie wat veel breder in Borne staat, dat je zegt, nou laten we het Borne-panel eens bevragen wat zij belangrijk vinden. Je kunt ook denken aan veiligheid en leefbaarheid. Jaarlijks of tweejaarlijks doen we mee aan de veiligheidsmonitor om te kijken van ja, wat zijn nou plekken of stukken in Borne waar mensen denken, daar zou de gemeente iets aan moeten doen. Nou, dat zijn ook vragen die eerder uit werden gezet in hele grote enquêtes. Die gaan nu specifiek naar het Borne-panel toe. Maar het kan ook gaan om zaken die heel dicht bij de gemeenschap zelf liggen. Misschien zijn er wel burgers die denken, goh, ik zou wel eens willen weten over dit onderwerp, hoe de rest van de gemeenschap daarover denkt. En dan kan ik me voorstellen dat ze dat via een raadslid of via een ambtenaar proberen in dat Borne-panel te krijgen. En iedereen kan zich aanmelden voor dat Borne-panel. Iedereen die 15 jaar of ouder is mag meedoen en je kunt je ook ten alle tijde weer afmelden. Dus het is ook niet iets waarvan je denkt, daar zit ik jaren aan vast. Je kan gewoon wanneer je denkt, daar wil ik over meepraten, ik wil graag betrokken zijn, meld je aan en wanneer de vragenlijsten zijn, krijg je die automatisch in je mailbox binnen. Maar zo'n Borne-panel staat of valt natuurlijk met de vragenlijsten, de juiste vragen. Wie maakt ze, wie zorgt voor de verwerking en wie zorgt voor de afhandelingen? Nou, wij werken nauw samen met het Kennispunt Twente. Kennispunt Twente is eigenlijk ontstaan vroeger uit de onderzoeksbureaus van een aantal gemeenten. En Kennispunt Twente, daar zitten echt gespecialiseerde onderzoekers en die helpen ons als gemeente Borne. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het Cultuurhuis een vragenlijst wil uitzetten via het Borne-panel. Maar die helpen ons om hele goede vragen te stellen. En het belangrijkste wat je zegt, wat wordt er dan met de uitkomsten gedaan? Die uitkomsten worden altijd teruggekoppeld aan de mensen die de peiling hebben ingevuld, maar ook veel breder. Het wordt sowieso op onze website wordt het uitgedragen en we willen altijd ook een fysieke terugkoppeling. Nou, wat betekent nou een fysieke terugkoppeling? Dat we of tijdens een open podium van de gemeenteraad of met een bijeenkomst in het Cultuurhuis, dat we vertellen wat de uitkomsten zijn geweest, maar ook wat gaan we er nou mee doen? Want we gaan geen vragenlijsten voorleggen, alleen maar om eens een keer iets leuks te vragen. Vandaar dat de eerste peiling ook nog steeds moet komen, want het moet wel ergens over gaan. Het is wel belangrijk dat de vragen die we uitzetten, dat het ook daadwerkelijk dingen zijn waar we met de antwoorden ook echt iets gaan doen. En ik heb begrepen van een voorgesprek dat jullie van tevoren al aangeven, we gaan met deze vragenlijst gaan we wel wat doen. Maar deze vragenlijst is alleen ter informatie van ons. Ja, je kunt eigenlijk, zou je kunnen voorstellen dat, stel dat de gemeenteraad denkt, het is een onderwerp, we willen eigenlijk wel eens weten hoe de gemeenschap daarover denkt, om een goed besluit te kunnen nemen. Nou, dan is het eigenlijk meer dat het Borne-panel adviserend is. Dan vraagt de raad dus ook specifiek, adviseer ons wat uw mening is, en dan nemen we dat mee in onze verdere beraadslagingen. Dus dan ben je eigenlijk adviserend. Maar er zullen ook peilingen komen waar echt, net als bij Mijn Borne 2030, de mening van het Borne-panel-lid, het totaal natuurlijk, hè, van belang is. Dus wanneer het Borne-panel dan zegt,
Nou, in meerderheid vinden wij dat u optie A moet kiezen. Dan zullen we dat ook doen. Maar aan de voorkant is bij elke peiling duidelijk, bent u hier adviserend of is uw mening hier doorslaggevend? Het eerste onderwerp waarvoor het Bornhofpanel zou kunnen worden ingezet, dat gaat de scholen worden, de school de Zonnebloem? Nee, dat zal niet de schoollocatie zijn, omdat we dat dus echt heel gericht in eerste instantie met de wijk doen die direct eromheen zit. Maar wat ik nu aan kan zien, zal de eerste peiling voor het Bornhofpanel binnenkort zijn. En die zal gaan met name over de vraag van, vanuit Mijn Borne 2030 hebben we altijd met elkaar gezegd, er zou een soort online platform moeten komen. He, een platform waar je, ik als burger heb je een idee en ik zoek iemand en hoe maak ik die match? Nou, het schijnt eigenlijk heel erg lastig te zijn om te kijken van hoe doe je dat nou precies? We kennen hier in Borne een iWorkspace. We kennen allerlei websites waar je elkaar kunt vinden. Je kent sites als Ik Buurt Mee of Jij Buurt Mee. Maar wat werkt er nou eigenlijk voor Borne? Daar is een afstudeerder op dit moment aan het onderzoeken van wat zou nou voor Borne werken? Moet dat een digitaal dorpsplein zijn? Moet dat iets zijn wat eigenlijk door een burger zelf wordt bedacht en ontworpen? Moet de gemeente iets bedenken? Nou, en eigenlijk wil hij heel graag aan het Borne-panel vragen hoe de mensen daarover denken. Dus dat zal waarschijnlijk de eerste vraag zijn. Van nou, uit Mijn Borne 2030 komt iets van we moeten online elkaar treffen. Maar wat is nou eigenlijk precies dat wat er dan in Borne nodig is? Dat is, ik loop een beetje op de zaken vooruit, maar stel voor, dat gaat door. Welke uitslag hoopt u dan te lezen? Nou ja, dat is. Kijk, als ik al een soort suggestie zou doen, dan is het al een beetje sturend. Dus ik hoop gewoon dat mensen heel spontaan met hun ideeën komen. En dat ze echt aangeven van, nou, gemeente Borne. Of A, bemoei je er helemaal niet mee, maar ik heb een goed idee. Of misschien wel B, van nou, gemeente, faciliteer vooral. Maar misschien moeten het wel echt op kleine schaal lokale plekken zijn of misschien wel Facebook. Maar ik laat het helemaal open. Ik ben heel erg benieuwd. Ik laat me enorm verrassen door wat het Bornhofpanel daarvan vindt. Wat is de rol van de lokale media om dit Bornhofpanel te promoten? Nou, dat vind ik een ontzettend goede vraag, want die rol is heel erg groot. Kijk, als ik als gemeente vraag voor het lid van het Bornhofpanel, dan zie je toch vaak dat het een bepaalde doelgroep is die zich aanmeldt. En ik wil graag dat iedereen zich aanmeldt. Dus of je nou hoog opgeleid bent, laag opgeleid bent, of je nou iemand bent die meestal meepraat met de gemeente, of iemand die zegt van nou, ik hou me meer op de achtergrond. Ik wil graag dat jong en oud en iedereen zich aanmeldt. En jullie zijn natuurlijk als geen ander in staat om al die mensen te bereiken. Dus ik zie eigenlijk een soort van ambassadeursrol voor jullie. En ik hoop gewoon dat ook na het uitzenden van dit item, dat ineens de telling omhoog gaat en dat ik binnen no time 1000 panelleden heb. Mag ik u danken voor het interview? Jij mag me zeker bedanken en ik hoop natuurlijk, en dan kijk ik gewoon even in de camera, dat iedereen zich aanmeldt voor het Bornhofpanel. Ben jij 15 jaar of ouder en wil je er echt toe doen in Borne? Meld je aan www.bornhofpanel.nl. In Enschede werd er bij de GGD een HIV-sneltestactie gehouden. Hiermee kan gratis zonder afspraak vooraf getest worden op HIV. Veel mensen kiezen ervoor om de test in de anonimiteit af te nemen, omdat de ziekte in 2016 nog steeds een taboe is. Maar waarom eigenlijk? In de wachtkamer van de GGD in Enschede, ditmaal geen namen, maar nummers. Want anonimiteit stond voorop op deze hip sneltestdag. Maar wat is zo'n sneltest nou eigenlijk? De HIV-sneltest is een test waarbij je binnen 20 minuten de uitslag hebt van je HIV-test. Dus heb je HIV of heb je het niet? Dan hebben we alleen maar een druppeltje bloed nodig uit de vinger. Met een heel klein naaltje prikken we dat. Dat wordt op een soort stripje, op een testschip. Je kan het misschien een beetje vergelijken met een zwangerschapstest. Een druppeltje bloed gedaan en dan 20 minuten wachten en je hebt de uitslag. Dus mensen die zich zorgen maken doordat zij seksueel risico hebben gelopen, kunnen zich nu laten testen. Maar je ziet ook mensen die bijvoorbeeld een keer hebben geassisteerd bij een ongeval op straat. Mensen die in de gezondheidszorg werken, die zich eens een keer hebben geprikt aan een naald waar ook een patiënt mee is gespoten. Een aantal mensen houdt daar gewoon, houdt dat bezig. En die hebben nu de kans om dat ook te laten testen. HIV is toch een ziekte waarvan heel veel mensen of de omgeving zeggen dat het je eigen schuld is, dat het gewoon dom is, dat je dat tegenwoordig toch niet meer hoeft te overkomen. Als je condooms gebruikt, dan kan je geen HIV overdragen. Maar iedereen is wel eens jong geweest. Hè? En in je puberteit doe je misschien dingen waarvan je achteraf dacht, nou, dat is niet zo slim. Iedereen rijdt misschien ook wel eens een keer door rood licht. Denk je van, dat had ik beter niet kunnen doen. Dus een keer niet een condoom gebruiken, kan de beste overkomen. En om daar dan direct een heel goed schuldgevoel aan te praten, dat past eigenlijk niet bij ons. En de sneltest doet zijn naam ook eer aan, want het verloopt echt snel en gemakkelijk.
De zomerfeesten van de Hoeve in Haaksbergen zijn een begrip in heel Twente. Een video van RTV Sternet met een verslag van de zomerfeesten en de beelden van het onderdeel Lijnbussen Crossen is nu viraal gegaan. Binnen 48 uur was de video al meer dan 100.000 keer bekeken en had hij meer dan 200.000 mensen bereikt. Oordeel zelf. Busje kom zo, 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 busje kom zo. Eventjes geduld nog, want het busje kom zo. Kan ik een ritje krijgen naar Haaksbergen? Ja, waarom niet? Ja? Ja, denk je nog wel dat hij dat redt? Ja, zeker te weten, wat denk jij dan? Het is geen rotzooi. Oh nee, zeker niet. Ah, maar ja. Ik geloof dat alles vrij is. Je hoeft geen kaartjes aan. Kan gewoon vrij. Gewoon helemaal vrij. Ja. En dan gaan we dus wel over het parcours. We gaan over het parcours. In ieder geval. Ja. Vermaak. Vermaak voor mensen. Dat heet hem. Ja. Die mensen die er op de tribune zitten, die moet gewoon zeggen van hier. Mooi. Dit was Twente Break voor deze week. Trouwens, wist je dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 1 Twente Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en natuurlijk ook het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.